De slang is ontsnapt uit een terrarium in de buurt en zou zomaar in iemands tuin of huis kunnen optuiken. De buurt zit niet echt op een ontmoeting te wachten. Ik hoop hem ook niet te zien. Nee. Okay, waarom niet? Ja, het blijft een slang, hè? Dus ja, het is niet mijn lievelingsdier. <laughs> ik heb een chihuahua, dus die jacht er wel weg, hoop ik. Nou ja, stel dat hij dan, dan straks door uw tuin rondkruipt. Hoe zou je dan reageren? Wegrollen en de deur op slot. <laughs> Rob Dumont van Reptielenopvang Zwanenburg stelt de buurtbewoners gerust. De melkslang in Haarlem vormt geen gevaar voor mensen en de meeste dieren. Mensen hoeven niet voor hun, hun leven te vrezen, ook uh, huisdieren niet echt. Uh, alleen als je uh, toevallig een, een muis hebt thuis als huisdier, ja, dan moet je voor de, het leven van de muis wel vrezen. Een mogelijke eigenaar die is bekend en uh, die zullen we dan uh, contacteren. En uh, dan gaan we kijken of die man uh, zijn uh, uh, collectie wat beter kan beveiligen. Ik heb wel gehoord dat het een end bij mij nog vandaan is en ik hoop dat het zo blijft. Kijk, die hele giftige slang die, die ontsnapt niet. Het is alleen die, uh, ja, hoe heet zo'n wurgslang? Ja, die is zo groot, dat zie je wel, joh. Ik heb al een slang in mijn tuin, maar dat is een tuinslang. Daar ben ik niet bang voor.